Ja, je ziet het weer is dramatisch. Het is grijs, grauw. Mooi nieuw sportpark. Alhoewel we net wel in een kleedkamer hebben verkleed en gedoucht. Ja, dat is echt gênant. Maar geen sfeer, geen ambiance. Maar ik denk dat we het gewoon heel goed gedaan hebben. We hebben de motivatie uit onszelf gehaald. Jesper van der Bos, als je zo'n wedstrijd speelt, hè, op bezoek bij AFC, vooraf misschien wel de favoriet in deze wedstrijd, en je staat met lege handen, ja, welk gevoel overheerst er dan? We zaten net elkaar een beetje aan te kijken in de kleedkamer. Van, ja, wat is nou eigenlijk net gebeurd? Je speelt gewoon wat je zegt, gewoon een goede wedstrijd. En uiteindelijk sta je wel met lege handen. Dus ja, dan is dat leuke voetbal, ja, stelt dan eigenlijk geen reden meer voor natuurlijk. Was het ook om zo'n wedstrijd te spelen zonder publiek? Je bent natuurlijk altijd gewend, er zitten altijd mensen in de tweede divisie langs de kant. En nu kom je hier en er zit eigenlijk gewoon helemaal niemand. Hoe was dat? Ja, dat zijn we bij ons thuis wel gewend. Daar komen niet zoveel mensen. Je ziet het weer is dramatisch. Het is grijs, grauw. Mooi nieuw sportpark. Alhoewel we net wel in een kleedkamer hebben verkleed en gedoucht. Dat is echt gênant. Maar geen sfeer, geen ambiance. Maar ik denk dat we het gewoon heel goed gedaan hebben. We hebben de motivatie uit onszelf gehaald. Ja, kijk, je hoeft ons niet te motiveren om tegen AFC te spelen. Zeker niet als je na 4 wedstrijden net achter hun staat. Ja, dan komt de motivatie wel uit de groep. En ik denk dat we dat wel heel goed gedaan hebben eigenlijk. Ik hoopte eigenlijk voor jou dat jij de matchwinner zou worden. Je gaf een geweldige assist bij de eerste goal. Je maakte een geweldige tweede goal. Je speelde een dijk van een wedstrijd. Ja, hoe heb je dat zelf gezien? Ja, ik heb ook voorafgaand aan dit seizoen met de trainer gesproken. En vorig jaar heb ik gewoon veel te weinig gebracht. Ik weet dat ik beter kan. En in zo'n wedstrijd als vandaag is het voor mij leuk als ik een assist en een goal kan geven. Maar, ja, het klinkt heel cliché, maar het is voor mij vooral belangrijk als wij als team het goed doen. Dan ben ik ook een speler die me daarin mijn draai makkelijker gaat vinden. Als je kijkt naar dit seizoen bij ASWA, waar het allemaal anders is dan het voorgaande seizoen. Hoe beleef je dat als speler? Hoe kijk jij zelf naar dit seizoen? Ja, het stomme is dat wij eigenlijk niet heel veel anders doen. We hebben in de voorbereiding met z'n allen super hard getraind. En hij heeft ons echt als een gek laten rennen. Dus we hebben wel inhoud gecreëerd. En ik heb al wel vaker gezegd dat we eigenlijk anderhalf jaar voorbereiding hebben gehad op dit seizoen. En zo zien we het ook met z'n allen. En er is iets in deze groep geslopen wat wel bijzonder is. Want ja, we hebben nu echt het gevoel dat we van niemand hoeven te verliezen. Als je ons ziet voetballen, voetballend, we geven de bal aan elkaar. Het loopt op een of andere manier. En verdedigend, we spelen misschien wel tegen de beste aanval van onze afdeling. En misschien zelfs wel, als we naar de Jupiler League kijken, dat ze het daar ook niet gek zouden doen. Ja, deze jongens die achterin staan, eentje zat op de bank bij een eerste klasse volgens mij. De andere die komt bij Goes vandaan. Rechtsback Clarence, die is ook 14. Dus we hebben een heel jong groepje daar staan met Henrico Drosten, de opa daar achterin bij dan nu, die valt in. Ja, dat is wel gewoon een compliment waard, denk ik. Dus. Toch hè, het is een compliment waard. Je noemt al een aantal punten die gewoon goed lopen bij ASWH dit seizoen. Maar wat neem je nou van deze wedstrijd mee? Wat is nou echt dat je zegt, van, daar ben ik wel echt trots op als ik dat zie. Als je misschien wel vergelijkt met vorig seizoen. Nou, dat we, als we de bal hebben, dat we de rust kunnen opbrengen om de bal van voet naar voet te laten gaan. En dan op een gegeven moment wel te kunnen prikken en een wapen hebben. Want we zijn niet eens extreem vaak tot bij hun goal gekomen. Het was elke keer als we kwamen, was het wel gewoon gevaarlijk. Dus dat is wel een grote winst ten opzichte van vorig jaar. Dan hadden we niet echt wapens om de tegenstander pijn te doen. En nu laten we ze gewoon echt achter de bal aanlopen. En zijn dan bereid om even die 16 in te denderen.